Concentratie. Laat je brains werken. Welkom in de Alles of Niets Show. Hier is uw quizmaster van dienst, CDV. Hele goede avond en welkom in de halve finale van de Alles of Niets Show. We zijn volledig live. We zijn live. Live. Kijk onze studio binnen via onze gratis webcams. En chat mee online. Met de luisteraars en je favoriete VJ. Surf nu naar www.tekstradio.be. En de battle gaat gewoon verder, beste dames en heren. In aanloop naar onze grote finale van volgende week dinsdag. We mogen 6 finalisten meenemen. En dat wordt vanavond in die halve finale bepaald. Vorige week waren we er jammer genoeg een weekje tussenuit, waardoor er natuurlijk weer fantastisch veel punten is natuurlijk bij elkaar geraapt. Onder andere de verborgen code heeft 2 weken verborgen gestaan en werd gevonden door heel wat mensen. Hè. Ken 89, Christophe, Frans 26, Crolly, Martina, Inge, Badpol, Pedro en Fred, zij krijgen er allemaal 1 punt bij. Ook werd er natuurlijk aan het rad gedraaid hè, in de diverse medeprogramma's natuurlijk, Tekstradio Live. En in Vlaams Goud. En daar hebben Bart en Christel natuurlijk de afgelopen 2 weken de prijs gedraaid en elk ook 2 punten bij verdiend. Ja, in de tekstquiz werd er ook duchtig gespeeld en daar werden ook weer al 2 keer scores bij elkaar geteld voor de afgelopen 2 weken. Week 1, Fred, Badpol en Christophe. En week 2, Christophe, Fred en Pedro. Dat wil zeggen dat onze voorlopige tussenstand er als volgt uitziet. Helemaal bovenaan op de eerste plaats staat Badpol met 38 punten. Gevolgd door de tweede plaats Ken 89 en Christel 44 met 37 punten. Ja, de derde plaats is goed voor Pedro, want hij heeft 28 punten verzameld. Gevolgd door Bernard en 22 punten. Fredje heeft 14 punten bij elkaar gesprokkeld. Inge Bolle 12 punten. En Christophe 8 punten. En ga zomaar door. Je gaat gewoon even doorklikken via www.tekstradio.be. En zo kan je gewoon die livescores gewoon op de voet volgen. Onze redactie die zet die altijd up-to-date natuurlijk. Dus gewoon surfen naar tekstradio.be is de bedoeling. Heel goed nieuws vanavond, want vanavond spelen we voor, jawel, dubbele punten. Yeah! Niet in de vragenrondes, maar wel in de chatronde. Dus elke punt worden 2 punten op ons chat. Op ons chatspel natuurlijk. We hebben natuurlijk ook nog onze creditsminuut. De laatste creditsminuut trouwens van dit seizoen. En die leveren ook 2 punten op. Helaas is er geen bom. Dus er kan weer fantastisch punten worden gescoord vandaag. 2 punten in de creditsminuut. 2 punten op onze chatbox. Maar ook in onze mailronde is er iets veranderd. Want zo krijgt vanavond in de laatste mailronde de eerste mailer 5 punten. De tweede krijgt 3 punten. En de derde krijgt 1 punt. Ik denk dat het hoog tijd is om te gaan spelen. Oh ja, heel belangrijk. De finale kan vanavond door 2 finalisten worden gespeeld. Hoe dat precies in elkaar zit, dat verneem je straks. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de 2 vragen in de vragenronde correct beantwoordt om door te kunnen stoten naar die finale vraag van vanavond. En de weekprijs is een EK-pakket. Een klakje, een cd en een spanvlag van de Rode Duivels. Die kan je vanavond winnen als fantastische weekprijs hier bij Tekstradio. Hoog tijd om die mailbox open te doen. Attention! Ja, ik zei het al, een hele speciale laatste mailronde. Je krijgt geen keuzemogelijke antwoorden. Je moet gewoon meteen het juiste antwoord doormailen naar tekstradio@telenet.be. We zijn weer op zoek naar een tv-tune.
je de tune herkent, dan mail je het juiste antwoord nu door naar tekstradio@telenet.be. En dadelijk maken wij de drie winnaars bekend natuurlijk, die 5 punten, 3 punten en 1 punt weten te scoren. Er is natuurlijk ook weer een fameuze tip die te maken heeft met onze finale vraag van vanavond. En we laten het even zien en horen. Dus voor de mensen die aan het kijken zijn via www.tekstradio.be of Twitch, hou zeker de beelden in doog, want dit is een tip naar de finale vraag. The Walk. Wat zou dit kunnen betekenen, beste dames en heren? Het heeft iets te maken met onze finale vraag. En de liedjes en de clips die we draaien vanavond, die hebben wel een onrechtstreekse of een rechtstreekse link met de vragen van vanavond. Hanne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Hanne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. Morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker en jij ligt nog wat te slapen. Je ene been hangt uit het bed, je haren door elkaar. En ik geef een zoen op je neusje, maar je wordt het niet gewaar. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer. Zachtjes om te praten. Je kan niet laten, toch moet je even graven. Van Clouseau met hun fantastische zomerhit Anne. Het juiste antwoord dat we zochten was familie. Ja, wie waren de drie snelste mailers?
snelste krijgt 5 punten. Dat was Pedro. Dikke proficiat, Pedro. 5 punten erbij. De tweede snelste was Christel. Hij krijgt er 3 punten bij. En de derde snelste was Ken. Hij krijgt er 1 punt bij. Hoog tijd om die lijn open te gooien. Het is weer tijd om te spelen voor fantastische prijzen. Tekstradio's Alles of Niets Show. Welkom in Tekstradio's Alles of Niets Show. Alles of Niets Show. Jawel, 6 finalisten mogen mee doorstoten volgende week naar de grote finale. Die lijn die staat nu open. Pak de telefoon en bel ons en speel mee op 011-19-01-13. En het is al meteen gebakken. Het is heel druk. Het is die halve finale natuurlijk. Wie hebben wij aan de lijn? Ah, dat is mooi, hè. Ah, ze? Ja, dat is fijn. Fretje uit Aarschot, denk ik dan bij mezelf. Heel goed, heel goed. Ik ga eens even kijken in de ranking. Je staat daar toch wel vrij hoog met 14 punten. Je zit sowieso bij de 6 beste spelers. Dus als je dat aanhoudt, dan ga je volgende week door naar de finale. Dat is heel goed nieuws. Maar we mogen nog niks beloven, want je moet natuurlijk nog goed gaan scoren en goed gaan spelen, uiteraard. Inderdaad. Ben je er een beetje klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dan stel ik jou eerste vraag en die is meteen 2 punten waard. Ik wens jou heel veel succes. Dank u. Fred, welke zanger won vorig jaar de Tekstradio Zomerhit? Is dat antwoord 1 Danny Fabri, antwoord 2 Davy Wouters of antwoord 3 Erik Thompson? Danny Fabri. Jij zegt antwoord 1 Danny Fabri. Was jij daar? Ja. Dan moet je dat weten natuurlijk. Is helemaal correct. Yeah. En dat noemen ze dan geluk hebben met de vragen. Ja, ja. Fred, je hebt 2 punten verdiend. Dat wil zeggen dat je van 14 punten naar 16 punten doorstoot. Je kan zeggen, ik stop ermee en ik wil die 2 punten. Of je kan zeggen, nee, ik speel verder voor 3 punten. En ook om kans te maken natuurlijk op de finale vraag en dat EK-pakket in de wacht te slepen aan het eind van dit programma. Als het fout afloopt, dan bewaar je wel nog 1 punt. Wat ga jij doen? Ik ga door, hè. Dan ga je doorspelen. Dan krijg je van mij nog een tweede en een laatste vraag. En die is 3 punten waard. Heel veel succes. Dank u. Wat is de titel van de nieuwe single van charmezanger Mario Knops? Is dat antwoord 1, zegt een jongen? Antwoord 2, zegt een meisje? Of antwoord 3, zegt een oma? Nummer 2. Nummer 2, zegt een meisje. Ja. Zegt het meisje dat het juist is of fout is? Antwoord 3 zegt een oma, dat is het niet. We gaan niet de Louis Neefstoer op. Antwoord 1 zegt een jongen, is het ook niet. Dus antwoord 2 zegt een meisje, is helemaal correct. Ja, goed gespeeld, Fredje. Dat wil zeggen dat je van 14 punten meteen gaat doorstoten naar 17 punten. Dat is geweldig nieuws natuurlijk. Nou, dat zeker. Maar er is natuurlijk ook weer een maar aan. Je moet natuurlijk een punt in vermindering brengen bij een medekandidaat. Bij wie ga jij een punt afnemen? Oei. En wie zijn al die kandidaten? Ja, ik zal eens even kijken. Nummer 1, helemaal bovenaan, staat Christel met 40 punten. Gevolgd 38 punten door Bedpol. En Ken 89 heeft ook 38 punten. Pedro 33 punten. Ga zo maar door. Meestal gaan ze in de hoge lijst gaan kijken en grijpen. Ja, dan gaan we eens bij Christel een puntje pikken. Hè? Dat lijkt me de meest strategische, logische keuze, ja. Min 1 bij Christel natuurlijk, dus zij zakt van 40 naar 39 punten. Fredje, heel goed gespeeld, hè? Ja. Ik heb goed nieuws. Ik probeer mijn best te doen. Ja, absoluut. Maar je bent sowieso de eerste die al kans maakt op de finale vraag van vanavond aan het eind van ons programma. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon hangen. Lekker hangen hier bij Tekstradio en de Alles of Niets Show. En misschien horen en zien we jou straks nog terug.
mis haar zo. Ik dacht dat een kind onze liefde redden kon, maar mijn hoop was blind. Een dikke hit in 10 om te zien. Ik mis haar zo, de jongens van Mama's Jasje. Hoog tijd om er een tweede kandidaat bij te halen. Benieuwd wie dat geworden is. Goedenavond. Goedenavond, met Ken. Ken, 89, uit Arendonk. Ja. Alles goed daar? Ça va, hè. Ça va, hè. Op het gemak, Ken, hè. Heel opvallend. We zien enkele Skypers in beeld en jij bent er dit seizoen niet te zien. Nee, we zijn tegen de finale aan het gaan en ik ken u, want jij neemt alles op, gij. Ja, en de laatste finale van enkele jaren terug zagen we jouw gsm tegen de camera smijten, dus die taferelen gaan we niet meer meemaken. Dus. Nee. Je staat op de tweede plaats, want Christel staat op nummer 1 met 39 punten. Badpol en jij staan met 38 punten op de tweede plaats, gevolgd door onze Pedro, die het ook heel goed doet om niet te bellen, dus het mag wel gemeld worden. 33 punten, 22 punten voor Bernard, 17 punten voor Fretje, en dat zijn voorlopig de 6 finalisten. Maar dat kan nog allemaal veranderen natuurlijk. Hè. Dus goed spelen is natuurlijk vanavond de boodschap. Als jij er klaar voor bent, dan ben ik er ook klaar voor. En dan gaan we meteen over naar die eerste vraag. En die is meteen 2 punten waard. Ik ben er klaar voor. Heel veel succes. Ken, wie was de eerste drummer bij de groep Clouseau? Is dat antwoord 1 Tienne Bergmans, antwoord 2 Bob Savenberg of antwoord 3 Karel Thijs? Antwoord 2 Bob Savenberg. Ons Bobke. Bobke was inderdaad drummer bij de groep en de club van Clouseau, zeg maar. Maar was hij ook de eerste drummer? Dat kan een strikvraag zijn natuurlijk, hè. Hij was de eerste drummer. Goed. Alweer niet die strikvraag voor mij, zegt hij in zijn eigen. Hè? Ja, we gaan naar die finale toe, dus het mag wel een beetje spannend zijn natuurlijk. Maar de eerste 2 punten zijn binnen. Wat ga je doen? Moet ik het nog vragen? Verder spelen. Hè? Verder spelen. Ons Fretje die maakt al kans op die finale vraag. En heel belangrijk en heel uniek, vanavond kunnen er maar liefst 2 finalisten dat finale spel spelen. Maar dat leg ik straks uit natuurlijk. Het is natuurlijk aan jou om die tweede vraag correct te beantwoorden om ook kans te maken op die finale vraag van vanavond. Ja. Goed, ben je er klaar voor? Ben er klaar voor. Dan krijg je van mij een laatste vraag voor 3 punten. Veel succes. Mama's Jasje scoorde in 1999 met de beelden die we net hebben gezien, Ik mis haar zo. Maar van wie was het nummer origineel? En heette het toen Ik mis hem zo? Is dat antwoord 1 Marva, antwoord 2 Anne-Christie of antwoord 3 Truus? Antwoord 2 Anne-Christie. Antwoord 2 Anne-Christie en ook binnen de tijd. En ook juist. Ja, het ging vlot. Ja, vandaag wel. En zo maak jij ook kans aan het eind van dit programma om kans te maken op die finale vraag. Het zou jou toch maar eens moeten lukken dit seizoen, hè? Ja. Een vervelende vraag. Ja, je krijgt er 3 punten bij. Dat is goed nieuws, maar bij wie ga jij een punt in vermindering brengen? Wat we gaan ons gelijk zetten, Christel. Ons Christeltje die moet weer een punt afleveren. Dus komen jullie natuurlijk weer op gelijke stand. Dat is waar.
Ken, heel goed gespeeld, hè. Heel goed gespeeld. Ik zou zeggen, blijf vooral bij ons, want vanavond wordt dat finalespel natuurlijk nog gespeeld. En ook jij samen met Fred maken daar tot nu toe al kans op. Dus ik zou zeggen, toi, toi, toi en misschien tot straks. Dank je wel. Bij jou voel ik me nooit. En dat is waar. Oké. Wat een publiek. Hey. Ik zing dit lied. Voor wie? Merci. De mooiste woorden. Ze zeggen wat ik meen. Geen avontuur, geen harte pijn, geen bange dromen als we samen zijn. En nu gaan we zingen! Bij jou voel ik, jij bent voor mij toch? En dat zal je altijd zijn. Ik heb je nooit meer. Bij jou voel ik me nooit alleen. Jij bent voor mij toch. Het is gevoel van jou te zijn. Dat heb ik nodig. Allee, nu gaan we eens proberen. De armen in de lucht. Hallo. Elke nieuwe dag, elk nieuw moment, geef jij me liefde die ik nooit heb gekend. Geen asje meer, geen droef gezicht, alleen jouw glimlach als je naast me ligt. En we gaan zingen! Bij jou voel ik, jij bent voor mij toch? En dat zal je altijd zijn. Ik heb je nooit meer. Bij jou voel ik me nooit alleen. Jij bent voor mij toch nummer 1. Het gevoel van jou te zijn. Dat heb ik nodig. Geen avontuur. Geen harte pijn. Geen bange dromen. Als we samen zijn. Vrienden, we gaan zingen. Bij jou voel ik. Jij bent voor mij toch. En dan zal je altijd zijn. Ik heb je nodig. Bij jou voel ik me nooit alleen. Jij bent voor mij de nummer 1. Het gevoel van jou te zijn. Dat heb ik nodig. Allemaal hartelijk bedankt. We gaan de handen in de lucht. Hallo. Radio Zomerhit van vorig jaar. Danny Fabri met 1 om terug te zien. Bij jou voel ik me nooit alleen. Attention! Rap je naar onze chatbox, want we spelen voor dubbele punten. 2 punten. De vraag, beste dames en heren. Je hoorde daarnet de versie van Mama's Jasje uit 1999 met Ik mis haar zo. Maar Ik mis hem zo was een hit voor Anne Christie. In welk jaar was dat? Tip het nu op onze chatbox. Chatbox, 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 chatbox. In welk jaar scoorde Anne Christie een dikke hit met die fantastische Ik mis hem zo. Ja. Ik lees al 1979. Ik kreeg al 1976 op onze chatbox. Drop gewoon het antwoord op die chatbox. 1975, 1977. En ga zo maar door. Wie geeft mij het juiste antwoord op die chatbox en krijgt er zowaar eventjes 2 punten bij? Het juiste antwoord staat op onze chatbox.
juiste antwoord was 1976. Dit werd geraden door Inge. Proficiat Inge. En ik heb een volgende beller aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, CDV. Ons Christel. Ja. Ook een van die voorlopige finalisten natuurlijk in de ranking. Ik zie jou daar helemaal bovenaan pronken. Dat is geweldig natuurlijk. Onze Candy heeft weer natuurlijk haasje voorste. Natuurlijk weer 3 punten gescoord. En staat op 41 punten helemaal bovenaan op de troon. En jij en Bedpol delen die tweede plaats met 38 punten. Daar kan verandering in komen. Want als je heel strategisch speelt en de punten bij de juiste kandidaat afneemt als je 3 punten scoort, dan kan je weer helemaal bovenaan op die eerste plaats komen te staan. En nu denk ik al, die mensen zitten er weer aan. Stookt zo niet. Allee, zeg dat niet. Maar Christel, als je er klaar voor bent, dan gaan we spelen natuurlijk. En dan krijg je ook van ons weer 2 vragen die voor 2 punten natuurlijk de eerste vraag. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dan wens ik je heel veel succes. Hier komt jouw eerste vraag. Wat is de achternaam van de buurman van de familie Bakkeljauw? Is dat antwoord 1, de Neur? Antwoord 2, de Neuf? Of antwoord 3, de Neut? Antwoord 2. Antwoord 2, de Neuf. Met de F. Ja. Is dat juist? Antwoord 2, de Neuf, is niet juist. Ah. Ai. En je moet die teleurstelling lezen van haar gezicht als we momenteel de beelden naar Tongeren richten. Maar het is natuurlijk wel in het voordeel van onze volgende kandidaat. Geen punten voor ons Christel. En jammer genoeg ook geen finale spel straks. Maar misschien raapt ze wel enkele punten extra op die chatbox en in die creditsmenu natuurlijk. Ondertussen wordt ze daar al goed aangemoedigd door haar partner. Dus laat ons hopen die volgende kandidaat. Want die volgende kandidaat die heeft wel een voordeel. Want dat voordeel is dat er nog 2 keuzemogelijke antwoorden overblijven. Wie is die volgende kandidaat? Goedenavond. Goedenavond, met David. Onze David Valasse, inderdaad. En een David die dacht van, ik ga nu bellen, want ik heb maar 2 keuzemogelijke antwoorden niet meer, natuurlijk. Nee. Alles goed met David? Alles goed. Dat is geweldig nieuws, David, dat het met jou goed gaat. Want je staat ook heel hoog in die zeg maar hitparade van onze Alles of Niet show. Hè? Op de 2e plaats samen met Christel met 38 punten. Daar kan natuurlijk ook weer strategisch gewijs weer veranderingen komen. En je kan ook wel op die 1e plaats geraken. Dus dat is wel goed nieuws. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan wordt de vraag waar het fout afgelopen is bij Christel jouw 1e speelvraag en je krijgt dan ook nog 2 keuzemogelijke antwoorden. Heel veel succes. David, ik stel de vraag opnieuw. Wat is de achternaam van de buurman van de familie Bakkeljauw? Is dat antwoord 1, de Neur, of antwoord 3, de Neut? Nummer 3. Antwoord 3, de Neut. En dat is jouw definitieve antwoord, begot. Allee, vooruit. Lekker kijken, hè. De Neut is goed. Goed gespeeld, David. Het was eigenlijk een makkie, natuurlijk. Het was dus de Neut met een T, Christeltje. Van neuten. Niet met een K, hè, want dat is neuken. Dat is iets anders. Goed. Zeg, David, goed gespeeld, hè? Ja. De 1e 2 punten zijn binnen. Moet ik die vervelende vraag nog stellen? Ga je verder spelen voor 3 punten? En natuurlijk ook voor die finale vraag en natuurlijk die weekprijs weer. Gaat die weer pakken? Ja, het zou zomaar eens kunnen, hè, want ja, elke week maak je daar natuurlijk kans op, uiteraard. Hè. David, wat ga je doen? Ga je verder spelen? Verder spelen. Dan gaan we dat doen, hè. Dan wens ik jou heel veel succes en dan komt hier jouw 2e en jouw 3e vraag voor 3 punten. Veel succes. Wat ik wil weten van jou, David. Waar komt reggae-muziek vandaan? Is dat antwoord 1 Amerika, antwoord 2 Afrika of antwoord 3 Jamaica? Nummer 3. U zegt? 3. Antwoord 3? Ja. En dat is Jamaica. Is dat ook juist? Antwoord 3 Jamaica is juist. Dat heb jij goed gedaan, David. Ja. Dat wil zeggen dat jij de 3e kandidaat bent die ook kans maakt natuurlijk op ons finale spel. Dat is heel goed nieuws. En ook 3 punten gescoord. Hoe kan het ook anders dat dat natuurlijk goed nieuws is? Minder goed nieuws is natuurlijk dat jij ook een punt natuurlijk bij een medekandidaat moet in vermindering gaan brengen. En bij wie ga jij dat doen?
Bij de Ken, want die staat helemaal bovenaan natuurlijk, dus die moet een punt inleveren. David, goed gespeeld en misschien horen we en zien we jou straks nog terug in ons finale spel en in de creditsminuut. Onnoezel manneke! 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 En uw hond geregeld te gebeuren bent. Nou, zijn de juist op daar. En ons juist adres. De bakkeljassen heeft met een man of zes. Hier zijn ik met de mosselen. Kind Kajan, de mosselman. De man van China en Japan. Mosselman. Of we dachten een zaak is. Of cultureel niveau in uw gezin wel laag is. Dat zijn de juist op daar. En ons juist adres, de pakken als erin. Met een man of zes. Yo, yo, de Van Millen. Van Millen, Van Millen. Noe is dat nu maar? Noe is al manneke. Hij doet weer op. Geraakt die toch nooit beu gehoord, zoiets. Hè. Blijft heerlijk in de klank hangen natuurlijk, deze onnozel manneke van de familie Bakkeljauw. Met inderdaad Marcel de Neut als buurman. Ik heb een volgende speler aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Bernard. En Bernard heeft 22 punten bij elkaar gesprokkeld. Voorlopig ga je naar de finale, dat is al goed nieuws. Er kan natuurlijk allemaal van alles gebeuren vanavond. Maar vanavond ben je hier natuurlijk om te gaan scoren en natuurlijk om te gaan spelen. Ben je er klaar voor? Ja. Dan krijg jij van mij uw eerste vraag. Wat vind je daarvan? Goed. Dat is goed, hè. Veel succes. Daar gaan we. Bernard, met wie heeft Louis Flion een duet uitgebracht met de titel Skinny Dippen? Is dat antwoord 1 Yves Segers, antwoord 2 Thomas Julian of antwoord 3 Yeti Paletti? Denk aan de tijd. Antwoord 1, en dat is Yves Segers. Is dat juist? Op de valreep, juist.
Ja, je moet snel antwoorden, hè, want je kan zo de kans oplopen dat je buiten die tijd valt en dat het afgelopen is natuurlijk. Maar goed gespeeld, hè. Yves Segers heeft inderdaad samen met Louis Vlion een duet uitgebracht. Skinny Dippen, de nieuwe zomersingle. En dat wist jij, dat is goed. Dat is al meteen 2 punten waard. Wat ga je doen? Verder spelen of stoppen? Spelen. Dan gaan we voortspelen natuurlijk, hè, voor die 3 punten en die finale vraag natuurlijk aan het eind van dit programma. We wensen jou heel veel succes. Hier komt jouw laatste vraag voor 3 punten. Bernard, welke van de Rocky-films werd uitgebracht in 1983? Is dat antwoord 1 Rocky 1, antwoord 2 Rocky 2 of antwoord 3 Rocky 3? 3. Antwoord 2 Rocky 2. Is Rocky 2 een juist antwoord? Nee. Antwoord 2, Rocky 2 is het niet. Dus dan moet het ofwel antwoord 1, Rocky 1 zijn, of antwoord 3, Rocky 3. Ah ja, dat is evident natuurlijk. Wie gaat mij hier het juiste antwoord doorbellen? Dat kan je doen op 011 19 01 13. Heel belangrijk. Ik krijg door in mijn oortje dat de lijn nog heel even open staat. Dus bel en speel mee natuurlijk, want het kan jouw kansen natuurlijk verhogen op die fantastische finale. En hoor eens, daar is een beller en die gaan we zo meteen eens even aan de tand voelen, nietwaar? Goedenavond, beste vrienden. Waar zijn die handen? Put je hands up. After all the harm I've caused, you still are my loving. I think I've lost your love. Oh baby, it's a shame. But how can I be mad at you when I'm the one to blame? All right, all the hell that I've been trusting to take my love to up, children. Jawel, we keerden nog eens met die tijd terug. 2 jaar terug de tijd in eigenlijk 2000. Hè, want toen werd het oorspronkelijk uitgebracht onder Liquid featuring Sylvie. Later moesten ze van naam veranderen omwille van auteursrecht. En werd het dus Silver
En 2 jaar terug waren ze dus 1 om terug te zien bij 10 om te zien. Ik heb leuk nieuws die we al mogen vrijgeven. Want u zal zich wellicht afvragen wat gaat er allemaal gebeuren met onze punten. Onze verzamelde punten die we allemaal verzameld hebben van alle kandidaten. En het zijn zoveel kandidaten in die ranking. Maar al die kandidaten worden beloond. Wat u zal misschien zeggen van, oké, we spelen niet meer mee, want we zitten sowieso in die finale volgende week. U heeft dat fout gedacht, want elke punt is cruciaal van belang. Want volgende week worden uw totale punten omgezet in euro's. Dat bedrag krijgt gewoon iedereen uitbetaald. Als dank voor deelname aan dit seizoen van de Alles of Niets Show. Dus heb jij 50 punten bij elkaar verzameld, dan ben je sowieso zeker dat jij €50 op jouw eurorekening gaat zien verschijnen van jouw account volgende week. Dat is allemaal heel goed nieuws natuurlijk. Dus zeker en vast blijven scoren. Ik heb een volgende speler aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, CDV, met Bart. Onze Bart. Hey Bart. Ja. Ja, dat is lang geleden dat je nog eens meegekwist hebt. Maar je dacht van, ja. Als het vrouwtje slecht scoort vandaag, dan zal ik natuurlijk de honneurs moeten waarmaken om naar die finale misschien nog te kunnen geraken. Hè. Ik ga eens even kijken hoeveel punten dat je al verzameld 4. Hebt. 4. Dat denk ik. Ik heb zo'n voorvermoeden dat dat niet genoeg gaat zijn. Maar het kan wel genoeg zijn om die finale vraag van vanavond nog te spelen. En dat finale weekpakket nog in de wacht te slepen. Hè. Dat is natuurlijk ook wel van belang. Hè. Maar ja. Bart, ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we spelen. Want vraag waar het fout gelopen is bij Bernard wordt meteen jouw eerste speelvraag. Je krijgt nog 2 keuzemogelijke antwoorden. Ja. Ik stel voor jou de vraag opnieuw. Welke van de Rocky-films werd uitgebracht in 1983? Is dat antwoord 1 Rocky 1 of antwoord 3 Rocky 3? Ik denk Rocky 1. Rocky 3 of Rocky 1? 1. Rocky 1. Is dat juist? Het was Rocky 3. Baartje toch? Ai. Het was 1 kans op 2 natuurlijk. 1 kans op 2. Jammer genoeg. Geen punten voor onze Bart. En ziet hem dan ook in van zijn oren maken. Godverdamme, zeg. Ga daarvoor bellen. Allee, vrouwtje. Ga terug op de stoel gaan zitten. Kijk, zie, want nu gaat dat gebeuren. Als Christeltje gaat terug plaatsnemen. Want ja. Allee, zet u. Kom aan. Ja, time is money. Hup, daar is ze weer, zeg. Voilà, zeg. Wissel van de wacht natuurlijk. Hè. Dadelijk gaan we onze creditsminuut in. En daar kan je natuurlijk weer 2 punten extra gaan verdienen. Maar ook in ons laatste chatspelletje. Attention! Ik wil weten, beste dames en heren, van jullie het laatste chatspelletje. Uit welk jaar kwam Anne van Clouseau? Die we daar straks hebben gehoord en gezien. Welk jaar? Anne van Clouseau. We hebben de beelden gezien in Blankenbergen. Het juiste antwoord staat op onze chatbox. Wie was de snelste? Wie krijgt er nog 2 punten bij? Onze Pedro. Dikke proficiat, Pedro. Pedro, jij krijgt er nog eens 2 punten bij. Louis Flion, featuring Yves Segers. Ze hebben een gloednieuwe single uitgebracht en ik stel voor dat we eens gaan kijken en luisteren. Hallo, ik ben Louis Flion en dit is mijn nieuwe single, hier bij Text Radio. Hey, ik ben Yves Segers. Je luistert op dit moment naar Text Radio en dit is mijn nieuwe single. Uit de halve het licht. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee?
dan chillen we een dagje aan het strand. Met afvalgan en pilsjes in de hand. En is het weer geen zicht, dan doen we alles uit behalve het licht. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Skinny dippen in de Middellandse Zee. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Skinny dippen in de Middellandse Zee. Duk, 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 duk. Die linkerhand de lucht in, die rechterhand erbij. Ik zwaai naar jullie en jullie weer naar mij. We zingen hey, ho, hey, ho. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Skinny dippen in de Middellandse Zee. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Skinny dippen in de Middellandse Zee. Skinny dippen in de Middellandse Zee. De credits minuut. De credits minuut. De credits minuut. Bel en geraak binnen de minuut de studio in. En val in de prijzen. Opgelet. Opgelet. De creditsminuut start nu. Bellen, 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 bellen. Het is heel belangrijk om binnen te geraken. 2 punten, dat betekent ook 2 euro in die eindfase van de Alles of Niets show. Wie wordt onze eerste beller? Zeg het maar. David. David, onze David. Voilà, onze David is binnengeraakt. Ik krijg door in mijn oortje nog 34 seconden, dus die tijd gebruik hem wel, want dat gaat heel snel. Onze David die is al binnengeraakt in onze creditsminuut. Dat is goed voor 100 credits en 2 punten. En 2 euro natuurlijk. Wie is de tweede? Ken. Ook onze Ken is binnengeraakt natuurlijk en krijgt 2 punten bij natuurlijk. En 100 credits. Wie wordt onze derde? Zeg het maar. Zeg het maar. Bernard is ook binnengeraakt. En dat betekent dat het weer tijd is natuurlijk. En ja, inderdaad, Bernard, Ken en David zijn binnengeraakt in onze creditsminuut. Zij krijgen elk 2 punten erbij in de ranking. En natuurlijk ook natuurlijk 100 credits. Dadelijk gaan we ons finale spel spelen. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song all the do-da day. Everybody sing the song, do-da. Voor de battle. De finale vraag. Gespeeld door David, Ken of Fretje.
of twee van de drie. Dat kan allemaal. Meer info, zo meteen. Beste dames en heren, de punten zijn voorgoed en voor altijd uitgereikt. Er kunnen geen punten meer in de Alles of Niets show verdeeld worden. Dat wil zeggen dat wij een eindstand hebben. Zij gaan door naar de grote finale Badpol met 42 punten. Ken 89 met 41 punten. Christel 44 met 38 punten. Pedro 1979 met 35 punten. Bernard met 24 punten. En Fredje met 17 punten. Jullie gaan alle zes door volgende week naar die grote finale. Hoe die finale er gaat uitzien, dat kom je natuurlijk allemaal gaandeweg te weten. En zeker en vast volgende week. Dus zet jullie alle zes zeker en vast schrap volgende week voor die grote finale van de Alles of Niets show. Niet vergeten, al die punten die verzameld geweest zijn, die worden ook uitbetaald in euro's op jullie eurorekening. Van de eerste tot de laatste. Dat wil zeggen, 27 kandidaten worden allemaal uitgereikt. Zelfs die eentje daar met 1 euro, het wordt allemaal uitgereikt als beloning, als deelname aan onze Alles of Niets show natuurlijk. Om een voorbeeld te geven, Badpol 42 punten op de hoogste plaats. Die krijgt 42 euro uitbetaald. Heel belangrijk is voor volgende week in die grote finale, alle punten worden teruggereset. Dat wil zeggen dat wij volgende week met 6 finalisten spelen en ze alle 6 evenwaardig terug zijn met 0 punten. Dus dat wordt een hele, hele spannende finale. Heel belangrijk, want we spelen nog steeds voor 250 euro. 250 euro, dat is de groepspot. Daar kan vanavond verandering in komen, want we gaan dadelijk ons finale spel spelen met Fredje, met Ken89 of met David. Ik zei het al aan het begin van ons programma, dat kan eventueel zelfs met 2 finalisten, want ik geef jou de finale vraag, 3 keuzemogelijke antwoorden. Als het antwoord juist is, dan heb je sowieso gewonnen, wat evident is natuurlijk. Maar dan komt er ook weer 50 euro bij in die groepspot en gaan we terug die 250 euro opkrikken naar 300 euro. En hebben we meteen een getal waar we volgende week weer voor gaan spelen natuurlijk. Dan weten we dat we volgende week dus in de finale voor 300 euro gaan spelen. Als het antwoord fout wordt geraden, dan gaat er weer 50 euro af en spelen we maar voor 200 euro niet meer. Maar als het antwoord fout beantwoord is in onze finale vraag, dan kan er nog een tweede finalist van die 3 finalisten natuurlijk die vanavond dus Ken, David of Fredje, mag er nog een tweede inbellen. Krijgt hij nog 2 keuzemogelijke antwoorden. Is het juist? Dan behaal je enkel nog die weekprijs. Komt er geen geld meer bij in de groepspot. Is het fout? Dan gaat er ook weer 50 euro van die groepspot natuurlijk. En spelen maar voor 150 euro niet meer. Dus het wordt 150 euro, het worden 200 euro's of het worden natuurlijk 300 euro's waar we volgende week voor in de finale gaan spelen. Ik krijg door in mijn oortje dat nu momenteel Ken, David en Fredje nu mogen bellen op 011-19-01-13. Want dadelijk gaat die lijn openspringen. We zagen daar straks iets van beelden. Het had niet precies iets met een gaming of zo te maken, als je het mij vraagt. Ik weet het niet. Maar wie gaat ons finale spel spelen? De lijn die gaat zo openspringen. Eén van die 3 finalisten gaat hier dadelijk elk moment binnen geraken. Dat zijn Fredje natuurlijk, Ken of David. Wie gaat dat worden? Spannend. We hebben een finalist op antenne. Goedenavond. Goedenavond, met David. Onze David, Valasse, het is al meteen gebakken. Onze David op antenne. Hoe geweldig is dat? Ja.
Het gaat ervan afhangen nu. David, natuurlijk, het is heel spannend. Je krijgt van mij één finale vraag. Is het juist? Dan komt er €50 bij de groepspot en spelen we voor €300 volgende week in die grote finale. Is het fout? Dan gaat er €50 af en worden het maar €200 meer waar we voor spelen volgende week. Dat is heel duidelijk. Maar dan kan Ken of Fred nog inbellen met nog twee keuzemogelijke antwoorden op die vraag. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we spelen. Dit is de finale vraag. Veel succes. David, welke Vlaamse zanger zit in het nieuwe gelanceerde project Craft? Is dat antwoord 1 Sergio, antwoord 2 Jean Thomas of antwoord 3 Stan van Samang? Stan van Samang. Stan van Samang, antwoord nummer 3. Is dat juist? Welke Vlaamse zanger zit in het nieuwe gelanceerde project Craft? Is dat antwoord 3 Stan van Samang? Nee, dat wil zeggen dat er van die €250 nog €200 overschiet. Ah, halleluja. De volgende speler, wie hebben we aan de lijn? Ken. Ken, alles weegt nu op jou. Jij kan nog dit fantastische EK-pakket winnen als je het juiste antwoord geeft. Geef je een fout antwoord, dan win je niks en gaat er weer €50 van die pot en dan spelen we maar voor €150 niet meer. Dus dat mag niet gebeuren. Laat het gewoon op €200 staan. Dat is nog een aannemelijk bedrag, denk ik, dan bij mezelf. Ja, inderdaad. Ik stel de vraag opnieuw en dan wil ik een juist antwoord van jou horen. Zo simpel is dat toch, hè? Mm-hmm. Je krijgt nog twee keuzemogelijke antwoorden bij die vraag. En ik stel voor jou de vraag opnieuw. Welke Vlaamse zanger zit in het nieuwe gelanceerde project Craft? Is dat antwoord 1 Sergio of antwoord 2 Jean Thomas? Antwoord 1 Sergio. Antwoord 1 Sergio. Om het antwoord te weten gaan we eens even kijken, want we kunnen geen spelers meer binnenlaten. Het is dus Jean Thomas of Sergio. Craft. Oeh, wie komt er dadelijk in beeld? Ja, het is Sergio. Inderdaad, dikke proficiat. Het EK-pakket is volledig voor jou, Ken. Jammer genoeg, geen euro's erbij natuurlijk. Maar het blijft wel op €200 staan, waar we volgende week de grote finale mee gaan ingaan. Dankjewel, Ken. Tot de volgende. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Alles of Niets-show. Volgende week dinsdag, de grote finale. Fijn dat u erbij was. Tot dan. Yeah.